merk ook aan mezelf dat het een heel trots gevoel oplevert. En dat geldt ook voor alle collega's. Iedereen die eraan gewerkt heeft, heeft zijn stinkende best gedaan. En het vakmanschap, dat straalt er hier vanaf. Het is een mooie dag om dit mee te mogen maken. En zo zijn we weer een stapje dichter bij de tunnel die de A20 bij Vlaardingen gaat verbinden met de A15 bij Rozenburg. Ja, dit is een van de grootste bouwprojecten die we op dit moment in Nederland hebben, zeg ik dan als hele trotse projectdirecteur. De afgelopen 10 maanden is hier in de Botlekhaven, in het bouwdok van Dame Verolme, hard gewerkt aan de 2 betonnen tunneldelen. Er is er een van 205 meter en eentje van 180 meter lang. 40 meter breed en 6-7 meter hoog. Afgelopen week werd het dok onder water gezet om te kijken of de tunneldelen goed waterdicht zijn. En nu kunnen de betonelementen dan eindelijk het dok uit. Wat we hier zien is het tunnelelement wat in het water drijft, die grote betonnen doos. Wat we tegelijkertijd zien is de sleepboot. Die gaat er straks voor zorgen dat als het tunnelelement naar buiten gevaren wordt, dat die dan gewoon keurig te manoeuvreren is en op koers blijft. Een stukje verderop, aan de kop van het element, ziet u al een sleepboot liggen. Dat is de sleepboot die straks eraan gaat trekken en ervoor zorgt dat hij keurig het bouwdok uitvaart. Voorlopig worden beide delen even verderop in de Botlekhaven geparkeerd. Het afzinken van de tunneldelen in het scheur, dat laat nog even op zich wachten. Zodat ze in 2023 kunnen afgezonken worden. In 2024 willen we graag door de A24 kunnen rijden.